wil graag het licht doorgeven aan mijn vriendin Martina de Haan, die met de kerstdagen in het revalidatiecentrum is om te herstellen van de chemo. Ik vind haar heel dankbaar en ik wens jou Gods vrede toe met deze dagen. Hij is bij je. Ik wil graag het licht doorgeven allereerst aan mijn zus en mijn zwager, op wie ik super trots ben omdat ze het zo ontzettend goed doen na het verlies van hun zoon. Maar ook voor mijn lieve vriendin, waar ik geen contact mee heb. Maar het licht blijft schijnen en Jezus Christus overwint in alles en daar geloof ik in. Licht in de nacht, een ster schijnt door de wolken. Dit is de nacht dat zijn leven begon. Ik steek zo meteen het licht aan voor Hanneke Moyet, die al met een burn-out thuis zat en daarvan aan het opkrabbelen was, maar uiteindelijk ook nog corona eroverheen kreeg en nu nog fysiek daar heel veel last van heeft. Ik steek het licht aan voor jou. Ik wil het licht doorgeven aan Caroline. Zij is helaas al 2 keer getroffen door kanker. Ze heeft het zo moedig doorstaan. Zij is voor mij zo'n voorbeeld om te laten zien hoe je gedragen kan worden door onze Vader. Helaas is ze nu ook nog getroffen door de corona. Ze is zo moedig. Ze weet zich echt gedragen door onze Vader. Zo is zij een voorbeeld. En daarom wil ik het licht voor haar aansteken. Nieuwe is hij ons komen brengen, stralend breed, die heldere morgen aan. Prijs nu zijn naam, samen met de engelen, o nacht, vol licht. Ik wil het licht omdragen aan Nettie Leban en zijn zieke collega. En ik wens het heel versterkt. Ik wil dit lichtje doorgeven aan mijn broer Martin. Martin, ik vind het heel bijzonder dat jij mijn nierdonor wil zijn. Ik wens je daarmee ook heel veel sterkte en God zegen. Wat hij ons leert is geven om een ander. Liefde alleen is de weg die hij wees. Ik wil het licht doorgeven aan mijn jongste broer Jan-Jaap. Die heeft net geleden een zwaar hartinfarct gehad en het wachten is op een operatie. En we hopen en bidden en wensen dat het gauw mag gebeuren en dat hij straks weer volledig genezen mag. Jan-Jaap, voor jou. Ik geef dit licht aan Marijke Neneman tijdens haar eerste kerst alleen zonder haar man Stefan. Lieve Marijke, ik wens je Gods onmisbare, liefdevolle nabijheid toe tijdens deze kerst. Uit ons hart en dwars door alle tranen ontspringt een lied dat jubelt door de tijd. Kaarsje gaan aansteken, de warmte van dit licht en ook de kracht van de Heere God doorgeven aan Corina Valen na zo'n lange periode van zoveel zorgen en verdriet in je hart en zo intens ziek zijn, wil ik je echt bemoedigen dat God zegt, hij kan en hij wil en hij zal in nood echt uitkomst geven en met dit kaarsje bid ik jou toe dat God uitkomst gaat geven. Wijst nu zijn naam.